wat de stoerdere dingetjes, vooral alles op spieren. En de vrouw doet het meer in het elegante. En ik probeer wel echt dat stereotype te doorbreken om ook mijn spieren te gebruiken, maar ook het nog altijd alles elegant te laten overkomen. Dus ik denk dat dat wel een beetje mijn kenmerk is. Vooral de verschillende vormen dat je kunt creëren. De controle dat je hebt over wat dat doet, de bepaalde balans. In mijn performance probeer ik altijd echt het meest belastende voor mijn rug helemaal op het laatste te doen. Je hebt enorm veel pijn aan de rug, maar dan moet je toch nog iets mee doen. En dan kun je even in de backstage vloeken dat je zoveel pijn hebt. En dan begin je hernia's te krijgen als je zo traint. Als je als circusartiest bent, dan duurt het wel voor op te trainen. Je werkt op wat dat doet en je traint keihard. Je hebt dat creatief proces gemaakt, je een act, je zit er helemaal in. Ja, het is daarvoor dat het eigenlijk doet, voor de optredens. Ik vind het altijd leuk om de preparatie te hebben van Mathias naar de tussen haakjes artiest. Moest ik gewoon uit de kleedkamer direct naar het podium gaan en mijn act doen, dan heb ik zoiets van... Ik heb zo geen moment gehad dat ik me echt effectief kan voorbereiden. En nu heb ik dat wel. Dus dat is zo'n beetje de tijd dat ik kan nadenken over de act, over wat ik allemaal kan doen of moet doen. Verslaafd aan een applaus, niet per se verslaafd, maar het is gewoon een bepaalde mijlpaal dat je nodig hebt om verder te kunnen gaan. Als je dat gevoel hebt, dan heb je zoiets van, oké, wat ik aan het doen ben, is niet voor niets. En het werk dat ik erin steek, loont wel effectief en dan zijn je gemotiveerd om verder te trainen, om nog meer je best te doen.